De Maeslandtkering. De hartelkering gaat dicht. En ook de Hollandse IJsselmeer sluit. Door de stijging van de zeespiegel wordt de druk op de grens. Nederland betekent letterlijk laagland. 40% van het land ligt onder zeeniveau. Duinen, dijken, dammen en deltawerken beschermen ons tegen het water van zee en rivier. Zonder deze waterkering zou een groot deel van Nederland onder water staan. Nederland betekent letterlijk laagland. 40% van ons land ligt onder zeeniveau. Duinen, dijken, dammen en deltawerken beschermen ons tegen het water van zee en rivier. Zonder deze waterkering zou een groot. Nederland betekent letterlijk laagland. 40% van ons land ligt onder zeeniveau. Duinen, dijken, dam en deltawerken beschermen ons tegen het water van zee en rivier. Zonder deze waterkering zou een groot deel van Nederland onder water staan.
De toestof van 353 is op. Kijk in duinen en natuurlijk ook het geld aan werken. De laatste opkering. Dijken, duinen en natuurlijk ook het deltawerk beschermen ons tegen overstromingen. Als de druk van de zee te hoog wordt, gooien we de voordeur dicht. We sluiten de Oosterscheldekering, de Maeslandtkering. De Hartelkering gaat dicht. En ook de Hollandse IJsselmeer sluit. Door de stijging van de zeespiegel wordt de druk op het land steeds groter. Daarom werken we continu aan de versterking van onze kust. Dat doen we op verschillende manieren, zoals zand opspuiten, verhogen en verbreden van dijken en met de zandboten. De zandboten is een grote hoeveelheid zand bij de 20 miljoen kubieke die wordt aangebracht voor de Delftlandse kust. Wind, golven en zeestromingen verspreiden het zand langs de kust. Zo verbreedt en versterkt de zandboten de kust op natuurlijke wijze. Dit draagt bij aan de kustveiligheid op lange termijn en er ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie. Naast de algemene kustversterking is er extra aandacht voor de zogenaamde zwakke schakels. Dit zijn plekken die op termijn niet meer aan de gestelde veiligheidseisen zouden voldoen. Er is ook veel aandacht besteed aan het verfraaien van de kust. Het is niet alleen veiliger, maar ook mooier geworden.
In 2015 liep er een vreemd en is het volgeluk zo meer graag verwacht werken. Water is a source of life, of pleasure, of industry. Our water needs to be safe and clean. Fresh water needs to remain fresh, and needs to be there when we need it. 1/6 of the province of South Holland is made up of water, and almost 2/3 of Dutch territory is susceptible to flooding by water from the sea, from lakes and rivers. Invulnerability is not guaranteed. The conditions for safe inhabitation of the waterlogged land are constantly monitored by the regional authorities, the National Ministry of Water Management, and the water boards. The Netherlands have struggled against water and were rudely awakened in 1953. Port of Rotterdam, a major international seaport, has to remain accessible. No dams here then, no raised embankments either, as the port is simply too large. The completion of the storm surge barrier in the eastern Scheldt estuary in 1986 has ensured safety for Zeeland. For South Holland. Protecting the port of Rotterdam and its hinterland remains a challenge for the water engineers. 6 designs were submitted, one of which is highly innovative. A movable storm surge barrier in the new waterway. A tidal barrage that will not affect the open character of the landscape, that will allow for ships to pass unhindered. That will be easily maintained. 2 enormous gates are waiting on the dry docks. They will only be immersed and closed when danger is imminent. The 360-meter wide waterway will thus be sealed off from the surging sea. In the event of a storm tide, the docks will be filled with water. The hollow gates, each weighing about 5 million kilograms, will start to float. Steel arms will swing the gates into the water, each arm as tall and twice as heavy as the Eiffel Tower. And there, in the middle of the river, the arms will shut. The gates' cavities will fill with water and they will sink to the riverbed, where they will rest on concrete sills.
The gates now form a wall of steel. Impenetrable. The ball joint is the main pivot. Like a shoulder joint, it can move in all directions. With its 10 meter diameter, it is the largest joint in the world, constructed with the precision of a watchmaker. Building the Maeslandt storm surge barrier is an enormous challenge, particularly so as shipping is of vital economic importance and navigation must be allowed to continue unhindered during construction. A four-layered filter bed is constructed underwater, comprising close and coarse textured filters. It's a high-precision job in the murky river water. Truly a work of thank you.
also need to be able to maintain sufficient supplies of drinking water in times of drought. And we need to literally put off the advance of salt water. Again and again, we need to seek the right balance between safety, nature, recreation, and economics. Water. Too much, too salty, too little, too polluted. These are the challenges of the future. We shall always have to deal with water. But water is not just our adversary. It also offers us opportunities, provided we manage it well. The Maasland storm surge barrier is not just the final chapter in the Delta Act. It is also the beginning of a new organization of the province of South Holland. A sustainable organization of the coastal area and the hinterland. So that water may continue to be a source of industry, pleasure and life.
Gracias.